Goedemiddag mensen. Zoals je ziet zijn we nu in het hotel van waar Ado Den Haag verblijft in Soto Grande. En ja, dat staat hier. Ik ga jullie zo'n rondleiding geven en dan kun je een beetje zien hoe het hier aan toe gaat. En hoe professioneel we bezig zijn natuurlijk, ook dat. Dus kom maar mee. Oké, we zijn begonnen met de rondleiding. We staan nu in de lobby. Hier komen we meestal voor wifi, want de wifi is hier heel sterk. Ook ik heb hier heel vaak gezeten. En zoals je achter ziet, hebben we daar natuurlijk een van onze jonge talenten. Die zit ook te smullen van de wifi. Kan hier bij je facetimen met de familie. Dus, en met de vriendinnetjes, denk ik. Dus nee, dit is een goede ruimte waar wij ons een beetje kunnen terugtrekken. En waar je met je laptopje rustig je ding kan doen. We gaan even langs bij Ed Coret. Dus kijk je ogen uit. Ed, ben je er? Kijk eens. Kijk eens. Nee, laat zitten die sok, man. Laat zitten, man. Hoe is het, Ed? Goed. Ja, druk? Nee, druk. Valt mee. Oké, we willen de kijkers even laten zien. Jouw terrein. Jouw terrein, zeg maar. De mic is terug. Ja, welke rib was het, Mike? Deze? Oké, nee, leuk. De kijkers willen dat zien. Dus, oh, sorry. Ed moet ook wat zeggen. Ja. Nee, ja, dat Mike bijna terug is, dat is denk ik het belangrijkste om te weten, toch? Ja. Zeker. Ja, gelukkig. Heeft hij het nog? Van voor de winterstop? Ik denk het wel. Ja? Weet je wat ik hoop het. Weet je wat hij vanmiddag gaat doen? Nee. Krachttraining. Oh, kijk, dat is positief. Dat is positief. We gaan nog een ruimte in. Daar zit onze grote vriend Dino. En straks komen wij, draai eens even in, bij onze allergrootste vriend. Dat is de baas van ADO. Maar we gaan eerst naar Dino. Gaan we even een kijkje nemen. Goedemiddag, harde werkers. Oh God. Hier wordt tenminste echt gewerkt, mensen. Wie ligt er eigenlijk op die bank, hè? Ik ben wel nieuwsgierig. Wie ligt er? Oh, daar is... Mr. Ado. Die wordt lekker gemasseerd. Dus zoals jullie zien, hard getraind deze week. Althans, deze twee dagen. Dus dat is nodig. Nou, je ziet het, we staan voor 305. Dat is de maestro van onze kleding, de ballen, van eigenlijk al ons materiaal. En ik moet zeggen dat hij het voortreffelijk doet, dus we gaan hem even storen. Robinho. Ja, binnen. Kijk. Wacht even, waar zit zijn haar te veulen? Wacht even. Deze man is niet goed, jongen. Ik denk, je bent druk aan het werk, maar hè? Je was weer druk aan het werk, hè? Wat is er, jongens? We komen even kijken nemen, Rob. De mensen willen ook zien wat jij allemaal doet en hoe jij ons verzorgt. Ja. Jij maakt dit mogelijk dat wij op het veld zo goed kunnen trainen onder deze mooie omstandigheden. En de staf moet nog ophalen. Zijn ze nog? Ja, kijk. Dit is omkopen, hè? Dit is omkopen. Echte vrienden hebben het. Mijn echte vrienden hebben dit. Oh, kijk. Die heb je verstopt, hè? Kijk. Ik behoor daar niet bij, want ik kreeg gewoon een ballisto. Maar goed. Nee, ik heb zeg genoeg. Altijd een lekker shaky klaar, kom maar. Zeg genoeg. Ja, echt een sportman. Even kijken. Ja, dat zeg je goed. Ik hoop het zelfs. Deze maken we ook voor Ruben. Kijk eens. Alleen maar sportshakies voor Ruben. Fantastisch. Nee, maar ook dat wordt goed verzorgd, dat, zoals je ziet. Na de trainingen zijn we vermoeid. En dan zorgt ook Rob, los van onze kleding en materiaal, ook natuurlijk voor onze shakies om goed te herstellen. Dus ja, we zijn heel blij met hem. Hè? We zijn heel blij met hem. Hier een heel mooi terras. Zoals je ziet zijn er een paar jongens, of tenminste een paar. Alleen Tom zit er nog. Die wordt geïnterviewd door, volgens mij is mijn grote vriend van AD. Dus wordt altijd een mooi stuk, want Tom die kan wel aardig babbelen. Kom even tussen beide, Tommy. Ja, we zijn bezig met de rondleiding, dus ja. Excuses. Maar ook ik ben hier best wel goed in. Ja, maar vertel eens, ook hierin. Nou ja. Vertel eens, wordt het je moeilijk gemaakt, interview? Want ik heb ook aan tafel gezeten. Ja, nou, ik moet eens zeggen, het is kritisch, maar het loopt goed. Hè? Maar wel professioneel. Dat ja, wel, zeker weten. Dus okay, we zitten lekker in het zonnetje. Ruben, dus, ik zie alleen geen biertje of iets. Nee, Ruben, we zijn op trainingskamp. Vrije middag. Ja, oh ja, oké. Okay. Vrije middag. Als hij het al zegt, dan mag niks, de app spelen. Ik zeg niks. We bij jou bestellen, of niet? Ik kan zo wat ophalen, hoor. Oké, dit is de rijkamers van ADO Den Haag. Dus zoals je ziet
hebben wij zeg maar blok 5. Alles met een 5 is van ADO. Daar zitten dus onze spelers in. We gaan nu gewoon een bezoekje brengen aan een willekeurige kamer. Dus we weten niet wie erin zit. Dus ja, we laten ons verrassen. Kijk eens. Zitten we toch goed? Zitten we toch goed? Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Nou, eerst even die bende laten zien. Dan moet je eens kijken. Dit is de jeugd van tegenwoordig. Moet je eens kijken. Och, och, och. Ik zal dit... Pas op dat je niet valt, hoor. Over die spullen. Jongen, 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 jongens. Ongelooflijk. Nou, we komen even een kijkje nemen bij jullie. Hè? Onze talenten van ADO. Maar dit wordt wel opgelost, neem ik aan, straks. Oké. Top. Even kijken. Hebben jullie nog wat bijzondere dingen wat we de kijkers kunnen laten zien? Niet echt. Ik zie daar bokshandschoenen. Van wie zijn die, als ik vragen mag? Die zijn van Rodi. En die gebruikt hij voor? Boksen. Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, hier? Ja, hier voor die extra training toch met Ed. Oh, oké, maar dan heeft hij zijn eigen bokshandschoenen meegenomen. Oh, dat is wel top. Want hij doet het ook buiten Adelhoek. Traint hij ook voor zichzelf? Oké, dat is wel interessant om te weten, mensen. Dan weten we dat dus ook. Rodi, die gokt op 2 carrières. Is dit live? Dit is niet live. Dit is niet live, helaas. Nee, een hele domme vraag. Maar goed, deze knippen we eruit. Deze knippen we eruit. Nee, ik denk dat we genoeg gezien hebben, jongens. We gaan weer verder. Dus wie slapen hier eigenlijk? Dat was ik vergeten. Jij en Rodi. Kijk, dat vind ik top. Nee, is goed, mannen. Ga lekker door. Wij gaan verder. Bedankt voor jullie tijd. En ik zie jou zo op tijd op de kamer, hè? Yes. Dankjewel, jongen.